Goedenavond, dit is het RTVA-nieuws van vrijdag 4 maart, gevolgd door het weekoverzicht. Hij was vanmorgen op het busstation te bewonderen, een nieuwe bus van Connexxion. Connexxion presenteert een van zijn nieuwste bussen voor op de Airnet-lijnen en vraagt ook de mening van de reiziger wat zij ervan vinden. Ja, en ik vind hem alvast prima zitten. Nou, we zijn aan het kijken zeg maar, van welke bussen nou in de toekomst zouden kunnen gaan rijden. Welke elementen die wij momenteel aan deze testbus, zoals we hem eigenlijk ook gewoon echt als een pilotbus neerzetten, zijn goed vanuit chauffeurs gezien. Hè? Rijdt hij prettig, zit het prettig, et cetera. Maar we zijn voornamelijk vandaag op zoek naar welke elementen vinden de reizigers nu belangrijk. En vragen we ook aan de reizigers van, zit de bus prettig, heeft hij voldoende beenruimte? We hebben ook een aantal stoelen hier staan. Waarbij reizigers direct gebruik kunnen maken en aan kunnen geven van mochten wij nu nieuwe bussen laten bouwen van oké, wat moet er inkomen? Het is natuurlijk een hele opvallende bus zoals u ook achter ons ziet. Is het gewoon een hele grote bus, een opvallende bus. Dus alles wat nieuw is natuurlijk al direct al een stuk beter dan het huidige. Maar de reacties zijn voornamelijk positief. Ook misschien wat negatieve puntjes van over de opstellingen van de stoelen. De krapte eventueel van de beenruimte. Maar dit soort zaken is alleen maar belangrijk omdat we dat mee kunnen nemen. Donald Trump is volop in de race voor het presidentschap. Maar wat zou de Amstelveener ervan vinden als Donald Trump de president van de Verenigde Staten wordt? Nee, vind ik niks. Helemaal niks. Nee. Waarom is dat niks? Nou, wat ik die uitspraken die hij bezigt, dat lijkt nergens op. Nee. Geen goed idee. Dan kunnen we Wilders hier ook neerzetten. Nee, dat, ik heb liever die Hillary dan. En waarom wil hij liever Hillary? Ja, die staat voor meer zaken waar ik ook tegenaan kijk. Een beetje meer met de benen op de grond. Dat zou ik een ramp vinden. Ja. En in welke zin zou je het een ramp vinden? Nou, ongenuanceerd. Generalisaties. Alle Mexicanen zijn zus. Ja, geen nuance dus, hè. En vindt u Hillary Clinton beter? Ja, die lijkt me wel beter. Maar het zijn allemaal, ze staan allemaal voor een grote mogelijkheid. Dus ideaal wordt het nooit. Een beetje grappig, heel iemand anders. Maar aan de andere kant, ik weet niet of hij het allemaal meent. En dat hij het allemaal kan. En dus hij zou in principe voor u beter zijn dan Hillary Clinton? Ja, vind ik wel. En waarvoor zou hij dan beter zijn? Ja, zijn argument. Tenminste, dat vind ik. Ik denk dat Hillary Clinton wint. Ik hoop het toch althans. En waarom ook? Eerste vrouwelijke president van Amerika. We hebben nu de eerste zwarte president gehad. Dus ik denk de eerste vrouwelijke president een goede volgende stap is. The American dream is dead. But if I get elected president, I will bring it back. Bigger and better and stronger than ever before. And we will make America great again. U zegt Donald Trump. Go for it. Yes. I like it. Komt de Uithoornlijn er nu wel of niet? Zoals bekend zijn er veel mensen tegen, maar na een oproep van de collega's van de Nieuwe Meerbode stroomden de positieve reacties binnen. Nou, we hebben aan de hand van een aantal artikelen hebben we geconstateerd dat er een heleboel negatieve reacties op kwamen. En toen hebben we bedacht van laten we nou eens ook eens een stukje inkaderen van zijn er nou ook voorstanders van die tram. Want het is nog niet zo ver hoor, want het zijn nog maar plannen. Stadsregio Amsterdam wil die Amstelveenlijn doortrekken naar Uithoorn Centrum. En daar zie je hierachter, zie je hiervan mogelijk het eindpunt. Dat is het oude spoorhuis. Maar dat is, ja, het is een veelbesproken onderwerp, laat ik het dan zo zeggen. Voorstanders, tegenstanders, die zitten elkaar een beetje in de weg, zou je kunnen zeggen. Maar, en toen zeiden we van laten we nou eens een stukje erin zetten. Zijn er ook voorstanders? Nou, dat hebben we geweten. In tijd van een dag meer dan 100 reacties, meer dan 100 mailtjes. En dat gaat op dit moment nog steeds door. En een heleboel telefoontjes. En die reacties hebben we verwoord in een pagina waarbij de mensen kunnen lezen. Nou, ik ben voorstander, maar er zijn natuurlijk ook een paar mensen die tegenstander zijn. En dat is hun goed recht, want dat zijn voornamelijk mensen die in die bocht aan de Zoom wonen, in de Weegbree, langs de spoorbaan, laat ik het zo zeggen. Want die krijgen dat ding vrijwel achter hun tuin langs. En die zijn daar niet zo blij mee. Aan de andere kant wordt er dan gezegd,
Moet je voor het algemeen belang nou zeggen van die tram komt er niet? Ik weet het niet. Het is een zaak die over vier partijen gaat. We hebben de gemeente Uithoorn, we hebben de gemeente Amstelveen, we hebben de stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland. En die bepalen straks of het wel doorgaat of niet doorgaat. Er zit een heleboel haken en ogen eraan. En dat zou voor deze zomer zou dat dan zijn beslag krijgen. En dan is het dan maar de vraag of het doorgaat of niet doorgaat. Weten we niet. Nou, hun argumenten waren, ik kom sneller in Amstelveen, ik kom sneller in Amsterdam. Straks hebben we in Amsterdam station Zuid. Dat wordt het knooppunt van alle lijnen die hier dus vanuit deze zuidelijke regio in Amsterdam gaan. Stadsregio wil veel minder trams en bussen uit de regio in de stad hebben. En iedereen moet dan overstappen op station Zuid. En daar gaat deze tram gaat daar rechtstreeks naartoe. Want heel veel bussen staan op de Zijdelweg vast in het verkeer. En toen zeiden een hele hoop mensen, nou, ik ben er wel voor, want dan kan ik lekker op de tram stappen en dan kan ik mijn auto er laten staan en dan zit ik in de Mumfertijd in Amstelveen. Een fikse brand vanmorgen in een woning aan de Johan van Oldebarneveltlaan in Uithoorn. De Uithoornse brandweer rukte snel uit en kon voorkomen dat het vuur om zich heen greep. Twee kinderen en een vrouw ademden rook in en zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. Een parkiet overleefde de brand niet. Hoe de brand kon ontstaan is vooralsnog onbekend. De brandweer heeft een onderzoek ingesteld. De buitenveldertbaan op Schiphol gaat ruim 7 weken dicht. Dit gaat in vanaf zaterdag 5 maart tot en met 24 april. De luchthaven houdt rekening met eventuele uitloop. Vliegtuigen zullen gebruik moeten maken van andere start- en landingsbanen. Vanwege de werkzaamheden is de Aalsmeerbaan, die de buitenveldertbaan kruist, tussen 28 maart en 6 april slechts een deel te gebruiken voor startend verkeer. Door de tijdelijke verkorte baanlengte kunnen grote vliegtuigen daar niet starten. En dan nu het weekoverzicht. Kinderen met een Down-syndroom in een klas met kinderen zonder beperking. Dat is op de vrije school Parsifal een feit. Daar draait al sinds 2004 een Down-klas mee. Toch dreigt er nu een einde te komen aan het succesverhaal, ondanks dat deze samenstelling onder ouders uit Amstelveen en andere gemeenten bijzonder populair is. En deze. Ja, goed zo. Iedereen wil dat dit een goed project is en dat dit project blijft en durend is. Maar ja, daar moet wel financiering zijn. Dat hadden ze niet verwacht, dat uitgerekend hun Down-klas het slachtoffer zou worden van de wet passend onderwijs. Als er namelijk één voorbeeld is van integratie tussen gewoon en speciaal onderwijs, dan is het wel de Parsifal. Er zijn scholen die ons bezoeken en zeggen van dit is passend onderwijs. Maar financieel worden we gekort op een onaanvaardbare mate. Al vanaf 2014 draait er een Down-klas mee op school. Een succesverhaal dat grote aantrekkingskracht heeft op ouders van Amstelveen naar buiten. Vind je het leuk hier? Ja. Deze school is heel belangrijk omdat hij gewoon naar een normale school gaat. Hij heeft wel in zijn eigen klasje les op zijn niveau, maar voor de rest zit hij gewoon in de maatschappij. Hij gaat met andere kinderen gymmen en muziek maken en op het schoolplein spelen. En hij is niet geïsoleerd, hij wordt niet bekeken om zijn handicap, maar gewoon om wie hij is. Wat de klas uniek maakt is dat de kinderen naast hun eigen klas ook lessen volgen met gewone klassen. En dat de gewone kinderen komen helpen in hun klas. Een integratie van beide kanten. We hebben klassendienst in de klassen, die moeten dan de klas vegen. Als je dat doet in je klas, dan mag je ook hier naartoe op een dag. Vind je dat leuk? Ja, dat is wel grappig. In de nieuwe wet is er geen geld meer voor leerlingen uit andere regio's. En nu loopt de financiering van de hele klas gevaar. Het komt gewoon neer op een bureaucratisch foutje. In feite is dit een onbedoeld effect van de wet en het moet gerepareerd worden. Het is de vraag of de directeur Den Haag kan overhalen om deze onvoorziene bijkomstigheid in de wet snel te repareren. Als het niet lukt, dan betekent het gewoon exit class. Dat betekent het in principe exit class. Daar zullen we ons niet bij gaan neerleggen, maar dat is wel in feite de consequentie. Alleen een aanpassing van de wet kan de Down-klas nog redden. De school kan de klas niet langer bekostigen. En de ouders moeten duidelijkheid hebben. Is gewoon niks zoals dit. De klas bestaat voor de helft uit Amsterdamse leerlingen. Wethouder Maaike Veningen heeft aan de gemeente Amsterdam gevraagd om ook een steentje bij te dragen, maar heeft daar vorige week een negatieve reactie op gekregen. Bizar, zegt de wethouder op Facebook. Deze prachtklas mag niet verloren gaan. Passende onderwijs bestaat niet. Ik blijf me hard maken. We geven niet zomaar op. Aldus Veningen. Aan de Amsterdamse weg zijn vorige week vrijdag in een pand 100 wietplanten aangetroffen. De politie had een anonieme tip gekregen over een wietplantage.
Toen de politie ter plaatse kwam, troffen ze gelijk een persoon aan. Deze is aangehouden. Een professioneel bedrijf heeft de plantage geruimd, waarna het pand direct is verzegeld. Een gat in het kunstwerk Der Bogen aan het Stadsplein. Dat is wat onze collega's van AmstelVeenWeb.com deze week hebben ontdekt. De woordvoerder van wethouder Maaike Veningen, Udo van Huis, wilde niet voor de camera verschijnen. Maar hij denkt dat het gat door een onhandige vrachtwagenchauffeur veroorzaakt is. Onhandig omdat de bestuurder er geen melding van gemaakt heeft en de reparatie nu niet vergoed wordt. De Amstelveener ziet de reparatie echter niet zo zitten. Nee, ik zou het niet repareren. Kost misschien weer 50.000 euro. Nou, als de mensen die hier niet te eten hebben of niet te drinken hebben, die kunnen nog geen piek krijgen. En dan moeten ze daarvoor een hoop geld neertellen. Ik zou het niet doen. Maar wat moet er dan volgens de Amstelveener met het kunstwerk gebeuren? Nou, van mij mag het weg. Ik bedoel, ik word er niet blij van in ieder geval. Nee, helemaal niet. Dus zou er beter iets vrolijks neer kunnen zetten. GroenLinks vindt dat het college van BMW veel meer werk moet maken van duurzaamheid. De gemeente had zich tot doel gesteld in 2040 energie-neutraal te zijn. Maar eind vorig jaar werd duidelijk dat de gemeente totaal niet op schema ligt. Volgens GroenLinks worden de gemaakte plannen niet of ondoelmatig uitgevoerd. De wethouder geeft dus zelf toe dat hij de doelstellingen niet haalt. Ja, daar zegt hij zelf van, nou, dat is heel goed dat we dat hebben gezegd. En dat is ook zo, want met die informatie moet je komen. Maar kijk, de afgelopen 2 jaar hebben wij als raad ook al vaker moties ingediend van, kijk daar eens naar, maak inzichtelijk hoe we energie neutraler worden. Geef aandacht aan groene daken. Maak ambitieuze prestatieafspraken met de woningcorporaties om sociale huurwoningen te verduurzamen. En steeds zijn we een beetje weggestuurd in de categorie, nou ja, hè, vertrouw ons nou maar, we doen ons best, het gaat goed. In ieder geval in die categorie. En nu dus, op de helft van de periode, horen we dat het eigenlijk helemaal niet zo goed gaat. Ja, dat betekent dat als je serieus genomen wil worden, dat je er echt nog een paar stappen bij moet zetten. En dat vragen we nu dus ook. Hoe kun je woningen nou duurzamer maken? Heel concreet. Nou ja, er zijn bijvoorbeeld sociale huurwoningen waar de energielabels echt heel laag zijn, waar het gewoon tocht in huis bijvoorbeeld. Dan is het echt een kwestie inderdaad van isolatie, van wat voor manier verwarm je je huis? Hoe wek je je energie op? Er zijn een heleboel daken, hier ook bij mij waar ik zelf woon, leg daar zonnepanelen op. Waarom gebeurt dat verdorie niet? Dat zijn allemaal platte daken. Ja, nou dan kan dat toch. Dat zijn allemaal van die dingen waar in dit geval ook een corporatie zich voor in moet zetten. Hun best voor doen. We leven in de 21ste eeuw. Het moet volstrekt logisch zijn dat je de energie die je als huis verspilt, dat zo minimaal mogelijk moet zijn. En dat kan ook. Het gaat er alleen om, wil je die stapjes zetten? Nou ja, een heleboel mensen zeggen van wel, maar als het erop aankomt, dan blijft het achter. Ook woningcorporatie Eigen Haard ziet dat de behoefte naar sociale woningbouw in onze regio groot is. Het college van BMW vindt dat er in Amstelveen genoeg sociale huurwoningen zijn. Het probleem rond een eventueel tekort is volgens hen vooral te wijten aan het zogeheten scheefwonen. We legden de problematiek voor aan Bert Halm van Eigen Haard. In de hele metropoolregio Amsterdam willen wij graag bijbouwen. We hebben nu 55.000 woningen en we zien dat er zoveel vraag is en zoveel mogelijkheden zijn dat onze insteek is liever meer dan minder. In Amstelveen wordt door het college op dit moment gesteld van, we hebben genoeg sociale huurwoningen, maar het scheef wonen is het probleem. Bent u het daarmee eens? Nou, er is in ieder geval heel veel vraag, ook naar sociale huurwoningen, maar er zijn natuurlijk minder mogelijkheden in Amstelveen. En het mooie is dat we daar met elkaar uit moeten komen. Dus we zullen met de gemeente en met de huurdersorganisatie als Eigen Haard gaan praten. Is het mogelijk om toch te groeien? Of is inderdaad het meest wenselijk om ietsje kleiner te worden? Maar de vraag is er natuurlijk naar sociale huurwoningen. Schokkende cijfers deze week. Nederland kent maar liefst 1,25 miljoen armen. Bijna de helft daarvan leeft al minstens 3 jaar onder de armoedegrens. Wij spraken hierover met de lokale fractie van de SP. Het aantal Nederlanders dat in langdurige armoede verkeert is door de economische crisis snel gestegen. Maar hoe zit dat in Amstelveen? Nou, dat vind ik een hele goede vraag van u. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Want als u het bericht beluisterd heeft vanochtend, dan gaat het niet alleen om mensen die langdurig in de uitkering zitten, maar ook mensen die gewoon werk hebben, maar die met hun werk op of onder de armoedegrens leven. Dus we weten niet hoe dat zit in Amstelveen. Dat is heel moeilijk ook om daar grip op te krijgen, lijkt mij. Ondanks dat het aantal Amstelveeners dat in armoede leeft lastig te bepalen is, zijn er volgens SP-raadslid Marina Kassadij genoeg gezinnen die hulp van andere ervaringsdeskundigen kunnen gebruiken. Nou, ervaringsdeskundigen zijn mensen die zelf weten wat het is om in armoede te moeten leven, om
buitengesloten te worden. En zij kunnen als geen ander dat gat dichten dat bestaat tussen de mensen die in armoede leven en bijvoorbeeld aangewezen zijn op de voedselbank. En de systeemwereld, dat is de wereld van de wetten, de regeltjes, de verordeningen, noem maar op. En dat betreft natuurlijk ook heel veel mensen die in de bijstand zitten. Die komen in aanraking met klantmanagers, reïntegratiecoaches, allerlei instanties, belastingdienst niet te vergeten. Nou, dat is allemaal super lastig met al die regeltjes, terwijl het aan jouw situatie eigenlijk nauwelijks iets verandert. En je eigenlijk je alleen nog maar hoe langer hoe meer minder waardig gaat voelen, omdat je, ja, je voelt je zo afhankelijk. In Amsterdam is per 1 januari 2016 de hondenbelasting afgeschaft. Is dat voor Amstelveen ook een optie? Who let the dogs out? Hallo. In Amsterdam wordt de hondenbelasting afgeschaft. Vindt u dat het in Amstelveen en omstreken ook moet gebeuren? Vind ik wel, ja. Ja. En waarom dan? Eigenlijk omdat ik het meer vind dat het... moet ik dat zeggen, een beetje geldklopperij is. Er zijn ook mensen die een kat hebben, die buiten lopen en daar hoeven mensen niks voor betalen. Ik heb zelf wel kat hoor, dus daarnaast paarden maken ook veel troep en dan willen ze alleen maar, voor de honden belasting laten betalen. Nee, dat vind ik wel een beetje geldklopperij. In het Amsterdamse bos waren vooral voor mensen met een hond. Daarom vroegen wij het in het Stadshart aan de mensen zonder hond. Maar mogen die beesten best in het park gewoon poepen, zonder belasting, ja. Dus je bent wel eens dat de hondenbelasting gewoon moet afgeschaft worden? Ja, voor mij mag het afgeschaft worden. Ja, die beesten maar lekker gewoon vrij leven. Als ja. Er maar goed voor ze gezorgd ja, wordt. Precies, en dat ze ook op de juiste plaatsen gaan poepen en niet hier in het winkelcentrum. En het was deze week voorjaarsvakantie. Een mooi moment om langs een leuke kinderactiviteit te gaan. Hier kan je allemaal springen en allemaal andere activiteiten doen. En vind je het leuk? Ja. Nou ja, het is voorjaarsvakantie natuurlijk. En het sportbedrijf Amstelveen organiseert de e-games. En ja, ik kan het niet laten om even mee te doen. Best hoog nog. Af en toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin toe. Dat is voor ons kinderen het fijnste wat bestaat. Het is een eind bij ons vandaan, daarom gaat de karavaan. 'S Morgens al op weg, dan zijn wij er niet zo laat. Ja, evenement met vooral luchtkussen, zoals je eigenlijk al ziet. Een paar nieuwe e-games, de Fitlight. Een grote klimmuur, dus eigenlijk kunnen de kinderen verschillende dingen doen. Eigenlijk het luchtkussenspektakel, wat we al eerder hebben gedaan in de nieuwe bankrashal. Hebben we eigenlijk een draai gegeven met e-games eraan en een klimmuur en een fitlight om toch iets aantrekkelijker te maken voor kinderen. Dus zo doen we eigenlijk. Uit onderzoek van Ipsos is gebleken dat Nederlanders niet heel positief zijn over hun werkplek. Hoe zit dat in Amstelveen? Bij mij hoort u mij niet klagen, want ik heb een uitstekende werkplek. Ze zeiden dat dit een andere situatie is dan dat hij eerder had, maar hij bevalt me nog steeds uitstekend. Bij mij zit dat wel goed. Ik vind het heel gezellig. Mensen met dieren is toch altijd een apart slag mensen. En daar voel ik me goed bij. Dus de klanten zijn leuk en dan is de werkplek ook leuk natuurlijk. De omgeving van de werkplek is dus niet de enige factor die bepaalt dat een werknemer zich meer betrokken voelt. Je hebt andere dingen die belangrijk zijn, zoals de inhoud van het werk, de collega's. Die zijn vaak veel belangrijker voor de tevredenheid met de werkplek dan de werkplek aan zich. Ondanks dat de Amstelveener vrij positief is over zijn werkplek, zijn er altijd nog wat aandachtspuntjes. En zijn er nog dingen toch die u nog zou willen verbeteren? Nou ja, ik zou willen dat hij blijft, want de receptie willen ze weghalen. Dus dat is jammer van deze werkplek. Maar zolang als die hier staat, vind ik het zoals ze nu gesitueerd is, uitstekend. Ik heb niks te klagen, ik heb het bijzonder naar mijn zin. Nou, de winkel is sowieso te klein. Daar moet ik heel veel voor klimmen en doen. Maar ja, grotere winkels, die huren zijn gewoon niet meer op te brengen. Dus je moet doen met de ruimte die je hebt. Een ongeval op een bekende locatie. Dit gebeurde woensdagavond bij de kruising boven Kerkenweg met de Beneluxbaan. Bij het ongeval waren meerdere auto's betrokken. Hoe het kon gebeuren is nog onbekend. Eén persoon werd per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.
De Beneluxbaan was enige tijd afgesloten richting Amstelveen Centrum. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeval. Nadat de auto's waren geborgen, kon de weg weer worden vrijgegeven. Komende nacht klaart het op en gaat het enkele graden vriezen. Daarnaast is er kans op mist wat kan aanvriezen. Morgenochtend lost die mist op en blijft de bewolking over. Het blijft wel droog bij een middagtemperatuur van 6 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Dit was het RTVA nieuwsoverzicht. Meer informatie kunt u vinden op rtva.nl. Ik wens u een goed weekend. Maandag zijn wij er weer en graag tot dan.